C47-voorzitter Robbie Berenstein heeft alle vakbonden opgeroepen zich te mobiliseren en zich te bundelen om te strijden voor het terugdraaien van de energietarieven. Berenstein sprak gisteren tijdens een assemblée van de arbeid en stelde dat vakbonden in Suriname nu echt moeten vechten voor een beter bestaan van hun leden. Op 2 en 3 mei is C47 in beraad en blijven de leden thuis uit protest tegen de verhoging van de stroomtarieven. Aan de ene kant, ik denk, het is een valkverhoging. Mooi TWK, mooi lupsum. Aan de andere kant, ja, wie is papa in de prijs? En dat blijkt vaak dat bij dit soort ongebreidelde tariefverhogingen de prijs is sa, je heerloonsverhoging. Dus uiteindelijk heb je er minder aan. Dus we hebben fit afetti. Tap to forum, tap verschillende fora. Berenstein geeft verder aan dat vakcentralen zich moeten bundelen en versterken. En deed een beroep op de vakorganisaties om hun leden aan te sporen gezamenlijk op te komen voor hun rechten. De vakbondsleider gaf aan dat er nu een andere vakvereniging in oprichting is, hetgeen een goede ontwikkeling is voor het vakbondswezen.